Welkom bij Boost, de podcast waarin jij leert hoe je een gezonde relatie met je eigen lijf ontwikkelt. Zo voel jij je eindelijk weer beter in je vel en kan je alles uit het leven halen. Ik ben Céline, ik ben diëtiste. En ik ben Goedroen, psycholoog en personal trainer. En dit is de Boost Podcast. Een nieuwe aflevering van de Boost Podcast. Vandaag hebben we hier twee speciale gasten, Luna en Carleen van Bloody Woman. Misschien is het handiger voor de kijker die je nog niet kent, of voor een luisteraar, dat jullie jezelf even kort voorstellen en vertellen wat dat jullie juist doen. Ja, dus ik ben Carleen, dit is Luna naast me. Carleen van Bloody Woman. Wie ben ik? Ik ben zelf al een hele zoektocht in anticonceptie heb ik afgelegd en dat bracht mij gewoon tot het beseffen van de kracht van de vrouwelijke cyclus. En dan heeft dat mij tot Bloody Woman gebracht. En dus nu zet ik mij elke dag in gewoon voor vrouwelijke gezondheid. Echt vrouwen terug leren verbinden met hun lichaam. Mm-hmm. Wie ben ik? Dat vind ik echt zo'n hele moeilijke vraag om mezelf te definiëren. Waar houd je van? Wat zijn de dingen dat je graag doet in het dagelijkse leven? Ik hou van babbelen, ik hou van verbinden met mensen, ik hou van mensen ook gewoon in het algemeen. Zo, alles wat dat leeft en groeit, en dieren en planten en echt wel een natuurmens. Okay. Ja, en jij, Luna? Dus mijn naam is Luna. Zoals dat Carleen aangaf, ook een heel traject afgelegd met anticonceptie. Mm-hmm. En op zich een achtergrond en iets helemaal anders, maar heel snel gevoeld van, dit is het niet echt voor mij. Ik zei het al voordat we de podcast starten, van een aantal existentiële vragen aan mezelf beginnen stellen. Wat maakt mij warm, wat passioneert mij? En dan wist ik het eigenlijk even niet, of dan voelde ik ook wel van, ik heb dat gevoel precies bij niets en al heel lang niet. Tot wanneer ik dan effectief geen hormonale anticonceptie meer nam. En via Carleen dan eigenlijk terecht was gekomen bij een vriendin die heel veel uitleg gaf over de vrouwelijke cyclus, natuurlijke anticonceptie. En als ik daar ging, voelde ik mij altijd gewoon fantastisch goed, helemaal. Opgewekt en had ik zoiets van, ik vind het ongelooflijk dat ik al die dingen nu pas leer en ik vind het super belangrijk om die boodschap verder te verspreiden. En kennen jullie elkaar al? We hebben elkaar ontmoet toen we 2,5 waren op de speelplaats. Zo schattig. Maar waar is ooit, want je zegt bij u, was het eerder vanuit het gevoel dat je emotioneel een beetje afgevlakt waart? Is dat daarmee begonnen of waarvan is die interesse eigenlijk ontstaan? Want nu wordt er heel veel over gepraat, maar 2 jaar geleden of 3 jaar geleden praat er echt nog niemand daarover, over het belang van de cyclus. Dus vraag mij af waar dat begonnen is, waar is dat zaadje geplant? Mm. En bij mij is dat echt geplant effectief wel door ook gesprekken met Carleen, of Carleen die mij bepaalde dingen wel spiegelde, zoals ik merk dat je echt al jaren of zo geen echt uitgesproken emoties meer hebt. Je bent nooit super enthousiast over iets, of jij weent eigenlijk niet, of het is zo afgevlakt en ik had daar nooit bij stilgestaan. En dan kwam dat wel zo even binnen. Dan leg je nog niet direct de link met anticonceptie of zo per se. Maar dat was wel iets, dat was wel iets dat iets in gang had gezet. En ook wel, ik was heel vroeg begonnen met de pil toen ik 13 was, omdat ik heel onregelmatige maandstonden hadden. Dat is bij mij ook de reden dat ik begonnen ben. Dat is zo. Je weet ook niet op dat moment wat moet je doen. Dus je gaat naar de dokter en die schrijft je dat voor. Maar je wordt ouder en dan ben je wel gewoon zelf van meer een vraag beginnen stellen van waarom neem ik dat eigenlijk en klopt dat wel? En heel veel dingen geprobeerd, van alles uitgetest. En ook dat zo van, dat kan misschien wel niet zo goed zijn voor mijn lichaam om zo vaak zoveel verschillende hormonen in mij te hebben en zo. Ik voelde ook wel een grote verandering in mijn libido.
als ik een tijdje samen was met iemand en dan had ik dat ook nog niet direct gelinkt aan die anticonceptie. Je denkt altijd, als je er even op mag inpikken, ik ben gewoon zo. Ja. Als dat je al sinds je puberteit gewoon niet anders kent vaak, hè? En dat sluit er zo wat in, of zo. Ja, en dat was echt zot, want ja, je legt dat keihard bij jezelf van, ja, ik heb gewoon geen zin in seks en er is iets mis met mij en ik ben geen goed lief en nee. En als ik daaraan mee stopte, dan voelde ik gewoon zo snel zoveel veranderingen in mijn lichaam en was dat gewoon zo van, maar wow, ja, dit ben ik. En dat is gek, ja, hoe dat besef dan kwam van, dat komt heel geleidelijk en sluipend, die dingen. Of ja, die bijwerkingen, maar die zijn er wel. Ja, ik vind dat heel raar, want ik heb geneeskunde gedaan, ik heb farmacologie gedaan, ik heb alles geleerd over anticonceptie, wat er te leren valt. Mm-hmm. Maar nooit de minder goede kant ervan. Mm-hmm. Altijd zo, ja, dat is gewoon een oplossing om niet zwanger te worden. En dat is, ja, in mijn richting werd gewoon aangeleerd, daar is niks negatief aan. Ja. Het enige wat gezegd wordt, was het risico op bloedklotters. Ja. Mm-hmm. Bijvliegen en van alles en nog wat. En dat was het. Dus dat is zo raar dat ik dan zo na, echt jaren na mijn studies geneeskunde, daar pas over leer van, ah ja, maar dat doet eigenlijk wel meer slecht aan je lichaam dan dat er in het algemeen gekend is, zeker in de farmacologische wereld. En dat vind ik zo raar dat er zo weinig over gepraat wordt. Nee, want ik was ook nog benieuwd, je zei ook van, ik voelde veel verschil. Wat waren dan de verschillen wat jij voelde? Allee, of jullie? En wel, ik voelde een heel groot verschil in mijn libido, dat ik zoiets had van, oké, I'm back. Jouw vriend was niet te vriend. Toen was ik terug single. Ja, dat was gewoon heel aanwezig en gewoon veel meer energie ook of zo. Ja, gewoon vitaliteit. Echt gewoon, dat was echt meer emoties. Ik begon echt gewoon meer te voelen en dat is echt zot, maar... Ja, dat zat u dat je niet beseft hoe dat je lang, ja, zo aan mij. Alles is zo aan... gewoon, hè? Ja, alles is zo aan mij, ja. Het is niet, ja, ben ik wel blij of ben ik wel content, maar zo. Mm-hmm. En dan, dat was ook heel duidelijk en dat uitte zich niet in mood swings of zo, maar echt gewoon, ja, normale terug emoties ervaren, ja. En mm-hmm. Dat vooral, mijn haren was ook... meer aan het glanzen. Mijn huid was eigenlijk een stuk beter, want ook toen ik een spiraal had, had ik heel veel acne op mijn rug en zo. Mm-hmm. Gezicht was eigenlijk ook allemaal verdwenen, dus ja, het was overwegend positief eigenlijk toen ik stopte. Was dat bij jou? Ja. En bij jou, Caroline? Ik kan hetzelfde vragen, dus het is oké. Ja, bij mij was dat eigenlijk totaal anders. Dat is ook zo het mooie, dat bij iedere vrouw krijgt andere kwaaltjes, iedere vrouw heeft een andere hormonale balans of inbalans. Dat uitzicht op een andere manier. Bij mij was dat echt zo een heel wazig gevoel. Heel veel wazige... Zo mijn hoofd. Zo niet helder. Ja, dat echt zo... Veel migraine. Heel veel vermoeidheid. Ik dacht ook echt dat dat eigen was aan... Ik ben gewoon dikwijls moe of zo. Mm-hmm. Dat was als kind zeker niet zo. Maar in mijn puberteit is dat dan ineens begonnen. En ik had daar ook echt geen duidelijk beeld op. Wanneer dat dan was begonnen en dan... Oh, ik was echt iemand, ja, ik had altijd van die mega crashes. Mm-hmm. Dat we echt doodmoe zijn en dan... Ja, en veel migraine en... Pff. Ik dacht echt dat er gewoon bij hoorde of dat ik er ging moeten mee leren leven of... Mm-hmm. Of meer medicatie, pijnstillers nemen of... Zo allemaal van die dingen. Mm-hmm. Ik heb niet zoveel dingen geprobeerd als u. Allee, je hebt echt... Alles van het spectrum bij haar. Ja. Ja. Ja, veel. Zo'n staafje, koperspiraal, hormonaal spiraal, pil, Nuvaring. Maar dat is wel, ja, het helpt mij ook wel om mij nog meer te kunnen inleven in de vrouwen die we begeleiden. Want ik kan me wel voorstellen wat als zij dan beleven. Ja, want je zegt nu vrouwen begeleiden, jullie zijn Bloody Woman opgestart. Ik ben eerst benieuwd van waar komt het naam? Oké, ik kan mij wel inbeelden, maar hoe ben je daar opgekomen? Het is niet zo'n vanzelfsprekende naam, vind ik. Mm. Of wel? Ja, dat was brainstormen op het raam. we worden wel ergens taboe doorbreken ook. Ja. En zo wat, dat,
dat helemaal oké is. Het bloeden als vrouw, gewoon de menstruatie, dat echt een kracht. Dat dan iets vies is, zoals het in de maatschappij vaak zo aan. Allee, praat er maar niet te veel over en ogen als je het ziet of zo. Ja, zo een voorbeeld is zo. Ik zag dat nu heel toevallig bij Jitske van de Veren een paar stories afgelopen week. Dat ze zo in haar kapsalon was. En dat ze zei van, vrouwen zijn is ook gewoon met je maandverband of met je tampons durven naar de wc gaan zonder dat ze weg te vallen. Ja. En ik dacht ze, oh my god, kan dat? Mag dat? Ik ben dat echt de winkel. Oh, even zo snel en dan zo naar de wc. Allee, in dat de winkel leggen de meeste mensen dat toch ook zo van onder aan hun boodschappen. Zo, want ja. Ze zouden maar eens moeten zien dat je menstruatie hebt. Oh nee. Ja, zoveel schaamte. Terwijl, ja dus, bedoel, ja. Ja, ik denk dat vrouwen een van de meest beschaamde dingen voor een vrouw is dat je doorlekt en dat iemand anders dat ziet. Toch? Ja. Allee, qua ervaring. Hè? Ik weet dan ook dat ik dat ooit aan een meisje had gezegd. Bij wie dat zo was en dat hij echt zo helemaal in paniek was van oh nee, want dat was op een vakantie met zo'n mooi kleedje dan. En ja, dan zit je daar in het midden van een stad in Barcelona met een hele groep van CM-vakantie. Ja, en dan, ja, dat was echt super, dat was echt super erg voor haar, want die schaamde zich dood. Maar dan denkt je zo van, uiteindelijk, we hebben dat allemaal ooit zo is voorgehad en toch blijft dat wel. Eigenlijk is het zo natuurlijk en zo normaal en zo. Dus dat net willen doorbreken ook. Dat, onze naam mag dat wel direct oproepen. Zo van, oei, maar... En ook, dat blijft toch hangen daardoor, hè? Alleen blijft toch absoluut. En ook wel zo'n beetje de pun van... We're bloody women, weet je wel? Allee, zo... Ja, we zijn gewoon vrouwen. En dat is gewoon een kracht. Daar ook zo naar te kunnen kijken. Ja, ik ben daardoor geïnteresseerd geraakt, gewoon door dingen te lezen en zo. Omdat ik ook, ik ben veel met mensen in hun lijf bezig. Zowel als psycholoog als als personal trainer. Dus ik vind dat ook belangrijk om daar een beetje kennis van te hebben. Ook van trainingen en de cyclus en zo. Maar ik heb zelf, als ik puur naar mezelf kijk, ik heb altijd heel veel energie gehad. Zelfs echt soms belachelijk veel. Ik heb zo nooit echt problemen gehad met de pil te pakken. Waardoor ik dan nooit in vraag heb gesteld... Pas totdat ik zo artikels begon te lezen, had ik zoiets van, ik heb geen problemen met mijn libido, ik heb ook geen problemen met mijn energie. Dus ik vraag me af, maar ik heb me wel dan met de vraag beginnen stellen van, maar wie zou ik zijn zonder? Mm. En daardoor ben ik uiteindelijk bij de eerste lockdown gestopt, omdat ik dacht, ik had het 2 weken voor een lockdown uitgemaakt met mijn lief. Ik dacht, ik heb geen pil nodig om niet zwanger te worden, dus ik kan het maar gewoon eens proberen. Maar het probleem is bij mij, bij jullie klinkt als iets heel goed, bij mij... Ineens was mijn huid echt een complete rotzooi. Ineens was ik zo super negatief gestemd. Maar het was natuurlijk ook al de eerste lockdown. Dus ik weet niet of het aan de pil lag of aan de lockdown. Maar bij mij was dat echt heel negatief. En pas na een hele lange tijd begon dat beter te worden. Dus ik vraag me bij zo heel veel mensen dat ik dat al lees. Is zo, ik ben ermee gestopt en ik was ineens mezelf. En dan was ik zo, ik ben ermee gestopt. En ik vond het echt verschrikkelijk die eerste maand. Hoe kijken jullie daarnaar? Zien jullie dat ook bij andere vrouwen, dat dat zo verschillend is? Ja, keihard. Dat kan misschien wel even confronterend zijn, denk ik. Want door te stoppen, ga je dan eigenlijk gaan zien of komt er naar boven hoe dat je lichaam eigenlijk is zonder de pil. En dan komen alle mogelijke imbalansen ook naar boven. Dus het feit dat je je dan niet goed voelt of dat je huid echt... Een opstoot. Ja, een opstoot. Dat je denkt, wow, wat is er hier aan het gebeuren? Dit heb ik anders niet. De pil gaat dat gaan onderdrukken. Dus dat is eigenlijk medicatie die gewoon een pleister erop en waardoor dat je dat niet gaat zien, die symptomen. Ja, want veel mensen beginnen ook de pil te pakken gewoon voor acne. Ja, super. Dat was bij mij niet de reden, maar ja. Ja, en het ding is, allee, je weet het misschien zelfs ook nog beter dan mij, maar je neemt gewoon een dosis hormonen tot u, een veel hogere dosis van bepaalde hormonen dan dat je eigen lichaam zou aanmaken. Dus als je dan stopt daarmee, dan is je lichaam ook wel even in een soort van withdrawal, letterlijk afkicken van die hoge dosis. En dan kan zich dat wel uiten in het begin, in opstoot. En dat kan ook enkele maanden aanhouden. Ja, want nu is dat wel volledig weg. Allee, ik heb gewoon een hormonale acne als ik mijn menstruatie heb soms. Maar ik denk dat er soms gewoon bij hoort. Maar ik denk dat daar vooral ook belangrijk is om te weten, voor de mensen ook die luisteren, dat kan, hè, dat je dat ervaart als je stopt. Maar dat... Je kunt dat ook een stukje ondersteunen. Ja,
als je bezig bent met je lichaam en je, mm-hmm. en je ondersteunt je lichaam op basis van je levensstijl, wat mm-hmm. jij eet, je ja. stress, mm-hmm. allee, dat kan al superveel doen ja. om die transitie ook gewoon iets gemakkelijker te maken. Ja, dat denk ik ook wel. Er is één vraag dat heel de hele tijd wel in mij aan het opgaan is. Want ja, ik heb het al voor de podcast gezegd, ik ben van mijn 15 gestart met de pil. Zoals ook, veel mensen, hè? Ja, ik vond echt ook het kiste om te vragen aan mijn ouders, mag ik starten met de pil? Dan weten die zo, het komt eraan. Dus ik vond het altijd zo wel awkward, maar oké. Dus op mijn 15 gestart met de pil, ik ben nu 26. Dus ik pak die al meer dan 10 jaar. Ik heb ook een vaste vriend. Laat ons zeggen dat ik misschien wel kinderen zou willen, maar mijn vriend nog niet helemaal mee is, wat ook totaal oké is. Maar stel dat ik zou zeggen, want ik ben wel heel geïntrigeerd van oké, die pil, ik begrijp van waar het komt, de hormonen en je moet jezelf leren kennen ook zonder de pil. Dus ik sta daar volledig ook voor open, maar ja, ik wil ook geen kinderen nog niet krijgen dan. Hoe pak je dat dan aan? Mm. Ja, daarbij is het super belangrijk dat je weet dat er heel veel verschillende methoden zijn. En dus als je kiest voor een niet-hormonale anticonceptiemethode, wil je dan een natuurlijke anticonceptiemethode? Mm-hmm. Binnen die natuurlijke zijn er ook nog heel veel opties. Hè? Dus veel mensen denken dan aan kalendermethoden of zo. Dat is eigenlijk bijvoorbeeld met Flow, een Flow-app of zo. Mm-hmm. Dat is echt gewoon gaan tellen. Maar dat is niet heel betrouwbaar. Nee, ik heb een vriendin dat daar dus zwanger is geraakt. Ja, ja, begrijpelijk. Dus als je lichaam... Dat is zo'n eerste stap misschien. Dat ze heel voorzichtig je lichaam een beetje leren kennen. Maar dat gaat niet in de diepte en dat gaat niet je opnieuw verbinden met je cyclus. Okay. En gaat je niet kunnen veel informatie geven. Hè? Okay. Dus als je de meest betrouwbare methode wilt, dan kom je sowieso op de symptothermale methode. Of de wat? De symptothermale. Dat is met een thermometer en je slijm. Denk ja. Ik. Ja. Dus symptothermaal, leg het even op alsjeblieft. Dus symptothermaal, dus je hoort symptoom en thermaal. Het symptoom, en dat is wat je ook zegt, goed doen, dat is zo je slijm gaan observeren. Uh-huh. Dat kan ook je baarmoedermond zijn. Uh-huh. Maar dus gewoon een lichaamssignaal dat te maken heeft met je oestrogeen. Uh-huh. En als ik het even heel kort door de bocht. En je uh-huh. temperatuur, het thermale, dat is echt, ja, gewoon echt met een thermometer. Uh-huh. Je basale lichaamstemperatuur. Dus als je wakker wordt, direct je temperatuur nemen. Omdat je dan je progesteron ja. in kaart brengt. En dus doordat je die twee combineert, bekom je ook zo'n hoge betrouwbaarheid. Oké. Dat is wel veel moeilijker. Allee, je moet daarmee bezig zijn. Hè? Ja, dat wil zeggen elke ochtend in je mond je temperatuur meten. En ook elke ochtend. Wel, dat klinkt inderdaad... In het begin zo overweldigend. Mm-hmm. Maar je kunt het zien als, oké, als je de pil bijvoorbeeld neemt, je neemt ook dagelijks de pil. Of je poetst dagelijks je tanden. Hè? Dat zijn gewoon, ja, gewoontes. Ik snap het. Ja. En dat is dus, in totaal zal dat 3 minuten van je dag yeah. in beslag nemen. Dat is eigenlijk niets. Hoe lang zit ik op Instagram? Ja, alleen uren hè, op je gsm. Dus ja, dat is 3 minuten van je dag. Je cervixlijm is wel iets dat je meerdere keren per dag checkt. Mm-hmm. Maar dat kun je perfect koppelen aan een toiletbezoek bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want dat is toch wel iets dat je meerdere keren per dag doet, normaal gezien. Of hopelijk. Mm-hmm. dus ja, die tijdsinvestering is zo beperkt. En dat voelt of dat hoeft niet te voelen als een opgave. Omdat je ook... Het is niet gewoon zoals een pil. Ik neem het tot mij en... Oké, ik weet, ik ga ervan uit dat ik nu niet zwanger kan worden. Het mm-hmm. is ook meer dan dat. Hè. Je gaat zien waar je zit in je cyclus. En wat je gevoeld en gezien hebt. En dat is ook gewoon mega leuk. Allee, ik wil bijvoorbeeld ook weten, wat gaat mijn temperatuur zijn vandaag? Mm-hmm. Want ik heb misschien een ijsprong gehad, of niet? Allee, het helpt je om jezelf misschien ook beter te begrijpen. In nee, bepaal, ja. Nee, dus jij zit dan in een verhoging van je temperatuur waarschijnlijk, dat je ijsprong ja. hebt gehad. Wel heel en of zie je te kort op de bocht? Dat is heel kort op de bocht, maar het is wel volgens de juiste regels. Hè, dus er is heel wat wetenschap en regels die daarachter ja. zitten. Dus die moet je goed kennen. Mm-hmm. Daarom dat begeleiding zo belangrijk is. Maar inderdaad, als je volgens die regels een temperatuurstijging kunt bevestigen, dan weet je dat je een ijsprong hebt gehad. Ja, dat is iets
wat ik van mijn leven nog nooit heb geweten. Ja, ja, wij wisten dat ook niet. Allee, ja, maar ook wanneer ik mijn ijsprong heb. Ah, ja, ja. Ook dat niet zelfs. Dus eigenlijk heb je niemand gepakt. Ja, pillen. Ah ja, ja. Maar dat is de bedoeling van de pillen. De bedoeling, basically, inderdaad. Oh, maar bijna, dan moet je een domme vraag, want iedereen weet dat. Met die pillen heb je geen ijsprong. Nee. Ja, en hoe moet ik het uitleggen? Wat ik dus nu heel vaak doe, want daar ben ik ook benieuwd naar jullie mening. Ja, ik pak de pil, dus dat weet je. En wat ik nu heel vaak doe, is ook die gewoon doorpakken altijd. Dus mijn dokter heeft dan een keer tegen mij gezegd, dat maakt niet uit. Mm-hmm. Als je die 6 maanden aan een stuk doorpakt, dan verandert niet echt iets. Hoe kijken jullie daarop? Wel, dat is inderdaad een uitspraak dat heel veel artsen doen. Mm-hmm. En mijn mening is, als je kiest om de pil te nemen en dus je cyclus een stukje te onderdrukken waardoor dat je geen ijsprong hebt, dan is het inderdaad niet belangrijk dat jij die bloedingen hebt. Die bloedingen die jij krijgt als je in je pilstop zit, dat is eerder gewoon voor jezelf om je het gevoel te geven van ik heb nog een cyclus. Ik heb nog een cyclus. Hè. Ik bloed nog, dus dat is oké. Maar die bloeding op zich heeft geen enkele functie. Als je de pil neemt. Okay. Dus als je de pil neemt en je wilt dat doornemen, ja, dat op zich is alleen. Kan geen niet per se kwaad. Allee, daar is niet meer kwaad dan de pil. Daar is het niet belangrijk dat je bloedt. Dat is eigenlijk gewoon een ding. Maar als je even uitzoomt, op zich is het wel belangrijk, of vind ik het wel belangrijk, dat je een ijsprong hebt. Ja. Omdat, wat gebeurt als je een ijsprong hebt, dat gaat ook niet alleen over vruchtbaarheid. Dat gaat ook over, vanaf dat je een ijsprong hebt, maakte je een bepaald hormoon aan, progesteron. En dat gaat ervoor zorgen dat je temperatuur stijgt trouwens. Maar dat is een hormoon dat zoveel doet voor je lichaam. Dat werkt kalmerend op je zenuwstelsel, dat is supergoed voor je beendergestel, dat maakt je haar heel gezond, van alles en nog wat. En dat is een hormoon dat je niet kunt aanmaken als je geen ijsprongen hebt. Oké, okay, dus maar dat zit dan wel in de pil? Nee, een kunstmatige versie. Maar dat is niet, en dat is niet hetzelfde? Nee. De effecten daarvan zijn totaal verschillend op je lichaam, waarschijnlijk. Ja. Allee, je hebt ook pillen zonder progesteron, maar je hebt er ook met, hè? Ja, wel, dus dat is geen progesteron, want ze kunnen dat niet nabootsen. Maar ze doen dat wel zo goed mogelijk. Ja. Hè? Dus ze proberen dat is een kunstmatige versie van progesteron. Ja. Maar dus, wat zou ik dan wel zeggen? Ik vind het wel heel belangrijk dat je ijsprongen hebt. En als je ijsprongen hebt, ga je sowieso wel beginnen bloeden. Ja. Ongeveer 2 weken daarna automatisch. Ja. Maar als je sowieso geen cyclus hebt en geen ijsprong hebt, en dus dan, de pil neemt, dan is het op zich niet relevant of dat jij dan bloedt of niet. Dus daarin snap ik dat je dokter zegt van, maar je mag dat doornemen. Dus het maakt niet uit dat je dan bloedt of niet? Nee. Ah, crazy. Je kunt wel nog altijd, want dat gebeurt dan ook vaak, als je toch doorneemt, dat je zo van die doorbraakbloedingen hebt. Oh my god, dat ben ik regelmatig. Ja, dat is op zich, omdat wel. Dus je neemt, je neemt die pil en daar zitten heel veel oestrogenen in vaak. En dat zorgt voor, ik ga een beetje technisch worden, maar dat zorgt ervoor dat je baarmoederwand eigenlijk verdikt. Ja. En op een bepaald moment kan het wel zijn, als je die pil zo lang aan het nemen bent, dat je zoveel oestrogenen in je hebt. Dat je lichaam dat gewoon wil lossen. Ja, en dat je baarmoederwand zodanig dik wordt, dat die op een bepaald moment wel eens inderdaad moet gelost worden. Ja. Dat zijn die doorbloedingen dan eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja, want ik ben uiteindelijk wel moeten stoppen met de pil door te pakken, want ik deed dat ook al jaren. Ja. Maar dan begon ik gewoon, maar niet doorbraakbloedingen, maar mijn baarmoederwand werd zo fragiel dat elke keer als ik seks had, dat ik dan ook bloed verloor. Mm. Elke keer daarna. Mm. En dan ben ik moeten stoppen met dat door te pakken, maar dan was dat gewoon omdat dat irritant was, maar verder stelde ik mij daar geen vragen bij. Ja, voilà, dus op fysiek niveau of wetenschappelijk, inderdaad, als je gewoon kijkt op die ene maand, of je dat nu doorpakt of niet, heeft dat geen verschil, want je hebt toch geen ijsprong en dat is geen menstruatie. Maar als we gaan uitzoomen, dan, het is gewoon de natuur om wel te bloeden en om los te laten en om te refreshen. Allee, het is een beetje afhankelijk van je invalshoek. En dus die ijsprong gewoon. Ik vind dat is wel iets belangrijk. Ja, dat is uiteindelijk iets zeer vrouwelijk. Dat is iets wat er van nature gewoon is. En je gaat dat eigenlijk onderdrukken door dan de pil te nemen. Ja, en op zich, ik zeg het. Dat is niet alleen
voor vruchtbaarheid of zo, dat belangrijk is dat je eisprongen hebt, maar ook gewoon effectief voor de gezondheid van je lichaam. Wel, en ik zou ook zeer benieuwd zijn, want ik hoor inderdaad heel veel vrouwen, ik heb zeer veel vriendinnen, ik heb een vriendinnengroep met 11 meisjes, en ik denk dat er nog maar een stuk of 3 of zo de pil ervan pakken, en al de rest is ook gestopt. Eentje is er ondertussen nu ook van zwanger geraakt met, denk ik, de Flow-app, dat ze had gezegd. Dus ik vind het wel opmerkelijk, want die zeggen ook heel vaak tegen mij van ik voel me beter, mijn libido is omhoog. En we zijn wel zo, oh, oeh, misschien dream. Misschien moet ik dat ook eens gaan proberen. Ja. Maar in dat opzicht, ik mag dat zeggen van mezelf, ben ik een lui persoon. Een pilletje is gemakkelijk. Mm-hmm. En wat jij zegt, vind ik volledig correct. Het is eigenlijk maar 3 minuten van mijn dag. En ik zit makkelijk 10 keer het dubbele daarvan op Instagram. Dus eigenlijk is het ook weer een manier, vind ik, om voor je lijf te zorgen en er aandacht aan te besteden. En niet per se voor de gemakkelijkste oplossing te gaan. Want dan moet ik ook zeggen, ik pak hem. Maar op gemiddeld 3 weken, een strip is 3 weken, vergeet ik hem gemiddeld zeker 5 dagen. En uw vriend is daarvan op de hoogte. Niet van de hoogte. Maar ik denk altijd, ik ben zo'n verkeerde dingen denk ik in deze podcast aan het zeggen. Maar dat je cyclus zo hard om zeep is door die door te pakken, zo, dat het toch niet kwaad kwam. Dat dacht ik vroeger soms. Ik denk gewoon, zoveel vrouwen moeten zoveel moeite doen om zwanger te geraken. Oké, er zijn er ook waarbij het van de eerste keer lukt. Hè, maar dan denk ik, ja, ik pak hem dan de volgende dag, heel vaak 2, dan ineens. Of 3, dat is ook al gebeurd. Ja, ik weet echt dat jullie haren nu rechtop gaan staan. En dan denk ik gewoon van ja. En ik kijk dan ook niet waar ik in mijn cyclus of zo zit. Of ik kijk er allemaal niet naar. Ik denk gewoon, ja, ik pak nu een pilletje en het zal wel niet uitmaken, ook al. Ja, hebben we bijvoorbeeld seks gehad. Wat denk je? Oh my god, ik zie echt zo. Maar geef jullie meer. Ja, het is wel zo, als je hem keilang doorpakt en hem dan 2 dagen vergeet, dan is het alsof dat je even stopt na hem lang door te pakken. Hè? Dat vraag ik mij af inderdaad. Welk effect heeft dat? Veel onderwerpen. Ik ga even eerst daar vooral terugkeren naar het feit dat je zegt van oké, ik ben een lui persoon en ja, ik snap wel wat Luna zegt van oké, misschien is het ook ergens prioriteiten stellen of zo. En dat, ja. En dat is het echt. En het is ook durven kiezen voor jezelf, durven kiezen voor je eigen gezondheid, want we zijn daar niet gewoon, denk ik, om daar prioriteit van te maken en om daar te durven voor kiezen, om daar te durven voor uitkomen, om daar tijd in te steken. Terwijl, dat is gewoon eigenlijk het belangrijkste, gewoon je welbevinden. Ja, gezondheid. Ja, want wij doen dat eigenlijk op alle andere vlakken, doen wij dat ook aan, hè, in de boost-up en zo. Voilà. Allee, zeg jij ook altijd, maak van jezelf een prioriteit. En dan denk je van, oh ja, eigenlijk op dat gebied doe ik dat dan totaal niet eigenlijk. Mm. En dat is ook echt een moment om een keer in te checken gewoon en even in te checken met je lichaam en een keer uit het hoofd te gaan en in je lichaam te zakken. Want je wordt ook wel, je wordt niet verplicht, maar. Maar er zijn wel zo bepaalde dingen. Ik vind alles aan die methode fantastisch, maar er zijn zo. Je zet normaal toch ook. Je libido is het hoogste op momenten dat je ijsprong ongeveer is, hè? Toch? Vaak. Dat is ook heel kort op een bocht, want dat is ook weer voor iedere vrouw anders, maar er is daar zeker wel een Want dan mocht je natuurlijk, als je niet zwanger wilt worden, geen seks hebben. Maar als je daar dan zin in hebt en je vindt seks hebben met een condoom niet zo tof, ik vind dat bijvoorbeeld echt veel minder tof, dan denk ik echt zo, dat is gewoon niet zo handig. Mm-hmm. En daar, dat snap ik, dat is dan zo in mijn hoofd. Denk maar dan ja, Karin is ook zwanger, dus ja, misschien. Wie weet is het. Nee, maar als je niet zwanger wilt worden, zijn er inderdaad in een vruchtbare periode 2 opties. Geen seks hebben of seks hebben met een condoom. Voor de rest. Mm. Is dat zo? Of zijn er nog andere opties? Ik denk, of de morning after. Ja, maar dat zijn dan meer of zo veel vragen. Dus Is het zo dat je libido, dat je alleen zin hebt in seks tijdens je ovulatie? Maar niet alleen, maar zo. Nee, hè? Nee, dat is absoluut niet zelfs. Ik bedoel, ik heb ook, ik heb evengoed in heel mijn lente, hè, dus heel mijn fase van net na mijn menstruatie tot mijn ovulatie, voel ik dat ook allemaal wakker worden. En, maar zelfs tijdens mijn menstruatie, of zelfs net voor mijn menstruatie, ik voel dat ik dan ook seksualiteit beleef en wil beleven, maar misschien wel op een andere manier. Ja.
Mm-hmm. Dus het gaat wel vooral over het herdefiniëren van seks. Mm-hmm. Ja. Hè, seks is niet alleen penetratie. En oké, we weten dat. Hè, mm-hmm. Ja, oké, ja, je kunt andere dingen doen. Ja. Maar nee, dat, allee, ik denk dat dat voor mijzelf, echt de laatste 3 jaar, dat is echt een openbaring geweest. Mm-hmm. Gewoon herverbinden met, oké, seksualiteit, wat wil dat zeggen voor mij? Waarom heb ik seks? Waarom wil ik seks? Wat wil ik dat dat mij geeft? Dat opent supermooie gesprekken met je partner. Allee, of met je partner, maar als je single bent, zoals mij, vind ik dat moeilijker. Dat is echt, ja, dat is, ja. Als ik een relatie heb, mm-hmm. dan praat je daarover, dan heb je gesprekken, uiteraard, met je vriend. En dan vind ik dat veel makkelijker. Maar stel dat je zo in de datingfase bent, dan vind ik dat moeilijker. Ik ben wel single nu al even, en dus met deze methode mm-hmm. ook wel. En ik merk wel dat dat eigenlijk ook... Dat is geen slechte parameter om te weten, te voelen. Ja. Is dat iemand voor mij? Of allee, of ja, dat is wel niet waar. Per se, ja, dat is niet de enige parameter, uiteraard. Maar als je daarover vertelt wel. En die reageert daar heel, heel sceptisch of heel ja, denigrerend of weet ik veel wat. Dan weet je. Dan is dat voor mij een heel duidelijke, ja, oké, maar nee. Allee, dan, ja, dat is dan, ja, fuck off. Je wilt iemand die respect heeft ook daarvoor mm-hmm. en die daar. Ja, die het ook oké vindt dat je naar je lichaam luistert, dan zelfs al is het om te daten. Mm-hmm. En ik moet ook zeggen, allee, mannen kunnen daar ook in verrassen hoor. Mm-hmm. Het is echt, ik ben wel aangenaam verrast geweest hoeveel mannen dat ook niet direct zoiets hebben van ja, amai, ik snap echt niet, moest ik een vrouw zijn, ik zou nooit de pil pakken. Ik vind echt niet dat vrouwen dat moeten doen. Ja, ik heb gewoon echt nog niet gedate sinds ik, oh ja. Voor waardeloosbaar. Sinds dat ik de pil niet meer pak, dus voor mij is dat wel ja, dat is wel nieuw. Ja. Dat is wel even durven, dat gesprek aangaan natuurlijk. Maar en ook daar wel een beetje durven luisteren naar je gevoel. En ook wel zeggen van oké, maar nu ben ik vruchtbaar en ik wil gewoon nu echt niet zwanger worden. En als jij nu ook geen kind wilt, dan gaan we er wel iets mee moeten doen ofzo. Die deel verantwoordelijkheid ook, hè, want hij is ook vruchtbaar. Ja. Snap je? Ja, dat is waar. Vruchtbaarheid is niet minder belangrijk of zo. Allee. Maar als vrouw zijn we daar echt op getraind dat jij degene bent dat zo dat de beslissing maakt om vruchtbaar te zijn of niet. Mm-hmm. En de man is dat gewoon zo, ah ja, dat is uw probleem, zo bij wijze van spreken. Bij. En daarom is het net zo belangrijk, denk ik, dat we dat veranderen. Dat we daar mee aan bijdragen of zo. Maar het levert wel soms grappige gesprekken op als je dan, ja, nu. Liever geen penetratie, want ik ben vruchtbaar. Ja. Echt zo, ik kan me dat voorstellen. In de heat of the moment. Zo, wat? Dus je hebt me helemaal niet opgelegd. Jij wilt dat niemand. Allee, en ook dat. Het is niet dat jij niet moogt vrij met penetratie als je vruchtbaar bent. Maar dan is het je wel gewoon bewustzijn van oké, dan val ik wel terug op betrouwbaarheid van de methode die ik dan gebruik. Mm-hmm, bijvoorbeeld condoom, pensarium. Of eender wat. Maar ja, het is gewoon... Ja, ik vind het zo zot, zoals Carlina ook zei, hoeveel deuren dat kan openzetten of hoeveel, ja, wat voor nieuwe wereld dat je kunt terechtkomen. Ineens leer je dan over tantra of ja, heel veel dingen die normaal niet de hoofdrol krijgen of zo, oraal seks, eender wat. Ja, daar maak je dan ineens tijd voor. Want het is gewoon zo van, oké, ja, dat gaan we nu eens volledig uitspitten of zo, en we gaan daar een keer op focussen en... ook het gegeven van, je hoeft helemaal niet 24/7 beschikbaar te zijn. Mm. En het is ook leuk als er een periode is waarin het misschien niet mag. Als het dan wel weer mag, is het nog zo leuk. Allee, ja, dat is waar. Alles wat je niet mag, wordt extra aantrekkelijk. Ja. En onze luisteraars gaan het dan al 100 keer vertellen. Maar kijk, we zeggen het hier nog eens in. Maar dat is wel echt zo. Als je een lief hebt, is dat toch ook zo? Als het dan zo niet mag, bijvoorbeeld dan zo, als je regels hebt, ik vind dat dan niet leuk om seks te hebben. Dan wil je dat zo net wel. Dat is opmerkelijk. Ik heb dat altijd. Als je dat mijn regels hebt, dan wil ik. Ja, elke keer opnieuw. Dat is echt opvallend bij mijn libido. Als ik mijn regels heb, dan merk ik dat zeer sterk. En dan mag het net niet. Ja, ja, dat mag net. Alleen net in je pilstop. Ja. Ja, dat mag het toch wel? Ja, maar als je dat wilt. Minder comfortabel om seks te hebben als je bloedt. Ik denk, allee, ik ken mensen dat dat doen, maar... In de douche. Er is ook een... het is niet gesponsord of zo, maar er is ook een cup die je kunt gebruiken. Ja.
De Beppy Cup, ja. Die en dan kun je wel nog seks hebben. Ja, dus is dat zodanig flexibel. Dat is het eigenlijk niet. Dat ken ik niet. Ik heb geen idee. Om de wereld te gaan open. Ja. Zeg, je sprak er net ook van, want daar heb ik zo al wel dingen over opgevangen. Vind ik ook zeer interessant. Zo spreken over lente, uw zomer, herfst, winter. Hoe zit dat juist? Ja, dus je kunt je cyclus eigenlijk gaan verdelen in verschillende fasen. En een hele gemakkelijke, behapbare is om dat in 4 fasen volgens de seizoenen ook te gaan doen. Omdat dat gewoon, dat is iets dat we kennen. Dus je menstruatie is eigenlijk het begin van je cyclus, als je een ijsprong hebt, als je een natuurlijke cyclus hebt. En dat is dan echt zo je winter. Dus je kunt het dan ook altijd gaan vergelijken met het seizoen, de winter. Dat gaat over meer comfort food en meer naar binnen gaan en meer, zo weet je wel, cocoonen en in je schelp kruipen. En dan daarna, na je menstruatie, dan kom je daar terug zachtjes uit. En weet je, de lente begint en je bouwt op naar je ijsprong. De tweede fase in je cyclus waarin dat je meer naar buiten wilt gaan. En alles begint terug te bloeien en je krijgt meer energie. Ja. Ja. En dan ga je naar de zomer. Dus dat is dan echt zo je ijsprong, dus rond je ijsprong. Dan heb je het meeste energie. Ja. Dan kun je ook het meeste krachttraining aan. Ja, dat is ja, dat is ook gewoon je ligamenten en zo zijn ook veel soepeler tijdens je menstruatie. Hè. Dus je hebt ook vrouwen die veel meer blessures gaan hebben tijdens hun menstruatie. Ja, maar dat is zo. Ik denk dat 99% van de sportende vrouwen daar totaal geen idee van heeft. En dat gefrustreerd is dat bijvoorbeeld de ene dag dat je kunt squatten met 50 kilo en dat de volgende dag, bij wijze van spreken, maar je is precies 70 kilo weegt. Zo. Ja. En dan denk je zo, maar waarom? Ik wou wel dat ik met 10 kilo kon squatten. Je moet gewoon met mij kunnen sporten. Ja, maar we hebben het geregeld. Maar dat is echt zo. En dan is dat frustrerend. Terwijl als je, daarom snap ik ook dat je zegt, van, als je dat elke dag meet en je weet wat dat je cyclus betekent, dat dat je kan helpen om ook te snappen waarom op ene dag iets veel moeilijker aanvoelt dan op een andere dag. Dat is dan in mijn geval puur als trainer dan, maar ik denk dat dat bij veel andere dingen ook zo is. Ja. Dat is toch zo de typische memes, zo van dat je zo kei emotioneel bent en dan beseft dan ineens de dag nadien je menstruatie krijgt en dan zat. Ah. Ja. Maar dat is ook echt wel zo. Ik heb een keer gehad, oh my god. En toen, vanaf dan ben ik zeer geïnteresseerd geworden. Ik had, mijn regels gingen eraan komen. En ineens had ik zo'n emotionele bui, Florian vroeg iets aan mij en ik stortte helemaal in. Ik begon zo hard te wenen. En Florian vroeg van, wat is er? En ik kon echt niet zeggen wat er was. Ik was gewoon emotioneel, ik moest gewoon wenen. En dan zei een keer iemand tegen mij, ja maar, moest je toen je maandzonde krijgen? En dat was zo. En dan dacht ik, oh mijn god, kan dat? Dat je dan net voor dat je maandzonde krijgt, als je het zo pakt, dan is dat of niet zo. Kan het er niks mee? Ja, dat is wat ik mij afvraag. Kan het er ook mee te maken hebben als je de pil pakt? Of is dat net omdat je dan stopt met die hormonen te pakken? Of... Dat is een beetje te zien door wat je gebruikt van hormonale anticonceptie. En vrouwen die een hormonaal spiraal hebben, die kunnen wel nog altijd een ijsprong hebben, bijvoorbeeld. En ja, kun je nog iets van cyclus hebben? Bij de pil is dat anders. Dus dan is dat misschien eerder een bijwerking, als in een mood swing of zo. Of een heel hoge overgevoeligheid of zo, dat je dan niet kunt verklaren waar komt dat nu ineens. Oké, interessant. Maar het is zeker wel zo, in een natuurlijke cyclus ook, dat jij heel veel patronen kunt herkennen bij jezelf. Zo, vlak voordat je begint te menstrueren, kun je misschien veel meer en veel gemakkelijker naar het toilet bijvoorbeeld. Of merk je inderdaad dat je meer honger hebt, of dat je misschien eens een puist krijgt of zo. Ja, dat kan van alles zijn. Of hoe creatief dat je bent, hoeveel ideeën dat je hebt, dat kan ook perfect liggen met je fases. Ja. Is er eigenlijk al veel wetenschappelijk onderzoek naar geweest, vraag ik mij af, naar dat soort methodes? Dus de methode die wij doen, dat is specifiek de symptothermale methode. En wij hebben dan de centerplanopleiding gedaan om een erkend consulent te zijn, want dat is gewoon ook super belangrijk. Die methode, dat is eigenlijk de enige methode ook waar er echt heel veel onderzoek is gebeurd bij een natuurlijke anticonceptiemethode, die dan ook betrouwbaar is. Er zou nog veel meer onderzoek mogen gebeuren, daar ben ik echt wel van overtuigd. Ja. Dus,
Maar daar is zo, dus het onderzoek dat daarnaar gebeurd is, dat is eigenlijk vertrokken vanuit Duitsland, een fertiliteitskliniek samen met de Universiteit van Keulen. En zij doen daar nu al meer dan 30 jaar onderzoek naar. Mm. En dat is ook, je kunt het terugvinden op de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja, want ik heb daar ook al wel onderzoek naar opgezocht. En het is inderdaad zo dat dat zelfs soms betrouwbaarder is dan de pil als je het 100% goed doet. Ah, wel, dus maar er zit wel een veel, ja, een grote foutenmarge op van mensen dat het maar half zijn gat doen, denk ik. Ah, wel, dus het is zo, dus je hebt altijd zo een theoretische betrouwbaarheid, zo labo-context. Mm-hmm. Daar is het alle twee zo wat pil en symptothermaal is zo rond de 99%. Mm-hmm. Maar in de praktijk is het zelfs betrouwbaarder. Dan is de pil 93 mm-hmm. ja. en dan is het symptothermaal meten. Omdat je ook met zo, ja, met pil, als je bijvoorbeeld diarree hebt of weet ik veel wat, dat mensen daar niet bij zijn. Ja, of het vergeten, zoals Celine. Allee, het gewoon niet, ja. Mm-hmm. Dat is ook gewoon in de praktijk, komt dat veel voor. Ja. En daar hebben ze bij de symptothermale methode 98%. Maar wat hij zegt, die 98%, oké, dat is super hoog, maar dat is alleen maar zo hoog als je dat effectief gevolgd hebt, het traject. Als je het te goed zo te goed doet. Dus niet, want, het is niet als je een thermometer koopt en zo, en zelfs dat begint te doen. Dat je zo direct, Ja, dan krijg je de situatie dat mijn vriendin niet zwanger raakt. Ja. Maar dat doen wel veel mensen, hè? Zichzelf gewoon zonder begeleiding. Je hebt zo'n toestel, hoe noemt dat? Daisy. Dat zie ik zelf. Is dat goed? Daar ben ik eigenlijk mee begonnen toen dat ik gestopt was met hormonale anticonceptie, Daisy. Maar ja, dat is ook een beetje onwetendheid of zo. Je wilt niet meer afhangen van iets en dat is dan een handig iets, want dat geeft je een groene dag of een rode dag en je weet dan van, nu mag ik seks hebben of nu niet. Dat is zo gemakkelijk en dat is op basis van algoritmes eigenlijk. Ze hebben heel veel cycli van heel veel vrouwen samengenomen en dan meet je ook je temperatuur en dan neemt dan die data eigenlijk samen van je cyclus en de zonder cyclus van andere vrouwen. Cervix slijmte. Ja. Ja. En dat maakt het eigenlijk een stuk onbetrouwbaarder, want dat is eigenlijk gewoon een nieuw jasje van de kalendermethoden of zo. Want zo als vroeger. Ik heb nu, dat is toen, maar ik heb dan zo een Fitbit en dan meet ook mijn temperatuur. Maar dat is niet dat 100% stabiel is. Allee, er zijn ook dagen die totaal niet mijn ijsprong zijn, waarin dat ineens zo'n klein beetje hoger is. Maar als je dat niet combineert met andere dingen, kan ik me wel inbeelden dat niet altijd 100% klopt. Ja. Maar misschien met die algoritmes wel beter, maar... Wel, zij corrigeren dat een stuk, maar dat is opnieuw gehangt af van iets extern. Ja. Want het is niet dat je de kennis dan zelf in handen hebt. En dat is net zo het mooie. En zo'n traject en zo'n methode is... Je leert dat ene keer aan, of dat is één keer wel een investering, maar geen duurdere investering dan dat machientje eigenlijk. Mm. En je hebt die kennis wel voor de rest van je leven. En je kunt dat dan toepassen als je een zwangerschap wilt vermijden, maar ook op het moment dat jij beslist, ik wil heel graag een kind. Dus dat is heel mooi. En ik ging dat nu nog wel zeggen. Want als je, iemand die nu luistert, die beslist van ik wil dat wel proberen. Hoe lang zou je zeggen dat iemand nodig heeft voordat dat eigenlijk echt betrouwbaar is? Mm. Dat iemand daar bedreven in is om die methode te gebruiken? Ja, dus die vraag krijgen we veel, dus dat is een goede vraag. Ja. Maar het is betrouwbaar vanaf dag 1 als je je gaat begeleiden. Omdat, dat is ook wat wij doen, wij gaan zorgen dat je dat heel goed weet. Zijn je vandaag vruchtbaar of niet? En we gaan je daarin begeleiden. Dus jij neemt niet die beslissing zelf vanaf dat je... Maar in het begin, nadat je zo voor het 15 jaar de pil hebt gepakt, is je cyclus toch nog niet wat het hoort te zijn, denk ik. Dat kan. Of wel? Dat, bij mij was dat van maand 1 direct met ijsprong. Ja. Maar dat is zeker niet bij iedereen zo. Dus ongeveer 50% na 3 maanden heeft wel terug een ijsprong. Maar oké, dat kan ook langer duren, hè. Ook dat is weer iets dat je niet kunt voorspellen. Mm-hmm. Dus het is niet dat het dan niet betrouwbaar is, de methode, maar het kan wel zijn dat jij vruchtbaarheid moet aannemen. Ja. Hè? Want je weet gewoon nog niet, je hebt nog geen ijsprong gehad, dus je bent eigenlijk aan het wachten op die eerste ijsprong. Dus dan moet je gewoon vruchtbaarheid aannemen, want je kan elk moment eruit komen. Kan dat dan een reden zijn, hè, als vrouwen al zoals mij al 15 jaar de pil pakken, ze willen aan kinderen beginnen,
Ze zijn vaak heel ontmoedigd als ze na maand 1 nog niet zwanger zijn. Want als je dat nu ook op hebt, ja, dan wil het. Mm-hmm. Heeft dat daarmee te maken waarschijnlijk wel? Dat kan daar zeker een invloed op hebben, ja. Dus daarom dat het ook zo waardevol is om je cyclus te leren kennen voor dat je voelt van ik wil nu een kind. Want op dat moment zit er daar heel veel druk op. Of, mm-hmm. of ja, vanuit een positief gevoel, vanuit heel veel goesting en verlangen. Maar ja, dan kan er zoveel teleurstelling en frustratie mm-hmm. en verdriet ja. komen. Ja. Want je zegt ja. van, dan moet je eigenlijk vruchtbaarheid veronderstellen als je stopt met de pil, omdat je niet weet wanneer de eerste ijsprong gaat zijn. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik weet dat mijn zus, die pakte ook al super lang de pil en die is daar dan mee gestopt. En die heeft heel lang gedacht dat ze niet zwanger kon worden. Mm. En dan ineens, uit het niks, was die dan toch zwanger. Is dat dan waarschijnlijk de eerste ijsprong? Of ja, kan dat? Perfect. Ja. Of ja, ze had daarvoor misschien al ijsprongen, maar had niet de eerste. Maar had ze al bloed? Dat weet ik niet. Ja, ik denk dat niet. Ah, ja. Ik denk dus, dat het al heel lang heeft geduurd. Ik kan me inmiddels dus gestopt met de pil en je hebt nog geen menstruatie gehad. Dus je denkt, ja, ik ben niet vruchtbaar, want ja, er is niets aan te gebeuren. Maar dan kan het perfect zijn dat zij dus nog geen menstruatie heeft gehad en dan bij die eerste ijsprong dan is bevrucht geraakt. Ja. Ja. En want het is daarna pas dat die eerste menstruatie komt. Ja, dat is waar. Ja. Ja. En ook nog even om terug in te pikken op wat je daarnet zei, van vanaf wanneer wordt erop vertrouwen. Dus in principe inderdaad vanaf dag 1. Maar een traject duurt ongeveer 3 maanden. En na 3 maanden kun je volledig zelfstandig echt je cyclus in kaart brengen en interpreteren. En ook als je dat net na de pil mee start met dat traject, maar je hebt in die 3 maanden geen ijsprong, dus je kunt het eigenlijk niet effectief ervaren in die 3 maanden, hoe dat... Ah, ja. Ja, zelfs dan, want dat is gewoon de tijdspanne waarin dat je alle regels aangeleerd krijgt. Je krijgt daar heel veel oefeningen bij. Dus in dat geval ga je het nog niet op jezelf kunnen toepassen. En dat is wel jammer, want het is leuk. Het is leuker om het op jezelf inderdaad. Te kunnen toepassen. Maar je gaat wel, eens dat die ijsprong er dan wel is, perfect weten wat je moet doen en hoe dat je het moet interpreteren. Ja. Mm-hmm. En ook wat wij ook wel super belangrijk vinden, is wij blijven wel beschikbaar. Het is niet dat we dan na die 3 dus we garanderen van oké, als jij alle stapjes doorloopt van ons traject, dan ga jij na die 3 maanden de methode volledig onder de knie hebben. Maar wij blijven nu tot het einde van je leven begeleiden. Bedoel, heb jij een vraag? Heb jij een onzekerheid? Of vrijdagavond. Mag ik het nu doen? En wat ik mij dan ook de vraag stel, er zijn mensen die beginnen met de pil omdat ze niet zwanger willen worden. Er zijn mensen die beginnen met de pil omdat ze geen buis willen hebben, omdat hun menstruatie onvoorspelbaar is. Maar ik heb effectief ook een vriendin bijvoorbeeld die extreem zware PMS had. Maar echt in haar natuurlijke cyclus, die echt, maar echt depressief tot het echt heel erg toe op bepaalde momenten in haar cyclus. En met de pil was dat minder. Is dat dan ook voor zo'n mensen iets dat je zou aanraden? Of, want ik kan me wel voorstellen dat vooral die mensen dat om die reden gestart zijn, om die bijverschijnselen van een cyclus, dat uiteindelijk, oké, dat is natuur, maar voor sommige mensen zijn die wel heel heftig. Maar dat die wel misschien schrik hebben om daarmee te stoppen, misschien? Ja, eerst en vooral is het belangrijk om na te gaan. Wanneer heeft die persoon die ding gevoeld? Want wij leren ook, je begint net te menstrueren en je zit in je puberteit en oh, ik ben onregelmatig en dat is super ambetant en dat is ook ambetant. Dus je begint met de pil. Maar we leren niet dat dat eigenlijk heel normaal is. Mm-hmm. Dat je tijdens je puberteit nog geen regelmatige cycli hebt. Mm-hmm. Je lichaam is zich nog aan het ontwikkelen en dat moet allemaal ook nog in balans komen. Maar dat terzijde, eens dat jij terug een natuurlijke cyclus zou willen hebben, dan is het net mega waardevol als je al die dingen voelt. Want dat is net super belangrijke informatie. Je lichaam is duidelijk iets aan het proberen duidelijk maken. Mm-hmm. Die symptomen zijn er om een reden. En dan is het gewoon heel relevant en belangrijk om na te gaan. Oké, wat is er gaande? En daar kan het je cyclus in kaart brengen mega goed bij helpen. Omdat je gewoon... Je leert je lichaam eigenlijk echt een stukje lezen. Dat is een beetje een maandelijks uitreksel van je gezondheid. En je kunt dat leren interpreteren en dan ook zien van oké, ik zit hier misschien wel met een hormonale disbalans, wat ervoor zorgt dat ik super zware PMS ervaar. Hoe kan ik dat terug in balans brengen? Ja. Of misschien, dat is ook maar iets op de oppervlakte, die hormonen. Misschien zit het nog veel dieper en heeft het
met mijn maagdarmflora te maken, of mijn schildklier, of 1001 dingen. Maar je gaat het wel kunnen nagaan en je gaat de oorzaak kunnen aanpakken. En is dat iets waar jullie dan ook mensen mee begeleiden? Bij mensen die dan ja, daar last van hebben? Ja. Ja, ja, zeker. Want wat je zegt van, de pil die kan dan helpen, of dat helpt soms. Allee, dat is dan wat zij zei, dat ja, vlakt alles een beetje af. Exact. Dus... Maar het bewijst wel dat het gaat over iets hormonaal. Ja. Omdat de pil een effect heeft, ja, oké, dat is gewoon omdat dat je hormonen gaat platleggen en kunstmatig in de plaats geven. Dus daar is het dan, wat wij doen is dan, oké, hoe kun je nu, in plaats van dat weg te duwen en te onderdrukken, hoe kun je nu gaan leren wat dat je hormonaal systeem is? Hoe gaan die curves? Welke hormonen heb je? Welke voeding kan dat ondersteunen? Wat is er belangrijk in sport, in slaap? Want je kunt ook te veel sporten. Je kunt ook te weinig sporten in bepaalde fases. Mm-hmm. Je kunt... weinig eten of te weinig koolhydraten eten. Of te veel stress hebben. Alleen. Ja. Oh, van die koolhydraten, daar kunnen we alles van. Daar kan je niet over beginnen. Nee, maar ja, ik kan me wel voorstellen dat het voor sommigen ook beangstigend voelt om al die emoties dat er misschien ooit zijn geweest en heel intens zijn geweest, ja, ik ben niet voor niks psycholoog, maar om dat terug toe te laten. Zeker. Zeker als je bijvoorbeeld zelf ervaring hebt gehad met een depressie of weet ik veel wat. Sommige mensen hebben nu eenmaal ook wel zware psychologische problemen. Mm-hmm. En de pil, wanneer dat je heel veel negatieve emoties hebt, vlakt dat letterlijk af. En ja, ik heb een eetstoornis gehad, dat is een andere methode om emoties af te vlakken. Maar soms voelt dat heel veilig. Ja. En net zoals die eetstoornis loslaten, een pil loslaten, kan voor sommige mensen denk ik ook wel even heel intens zijn. Zeker. Want dat was bij mij, als ik stopte met de pil, ja, dan was ik ineens, maar ja, dat was net na een break-up, net nadat mijn konijnen elkaar vermoord, half vermoord. En net in de eerste lockdown, en dan ben ik gestopt met de pil. Misschien niet zo de beste timing. Maar ik bedoel maar, dan waren ineens, was ik echt zo ineens zo, vroom, allemaal slechte emoties. En voor mij was dat ook heel overweldigend. Ik weet redelijk hoe dat ik daarmee moet omgaan. Ik heb wel redelijk goede coping skills, maar niet iedereen heeft dat. Waardoor ik denk dat heel veel mensen ook wel al snel geneigd gaan zijn om terug te grijpen of zo, op een of andere manier. Ja, ik denk dat dat ook iets is dat we het meeste zien bij mensen waarbij het niet werkt en die dan teruggrijpen naar een pil. Is ook omdat ze hebben er genoeg van, ze stoppen ermee. Maar, en ze hebben daar veel angst rond. Maar ze gaan die daar niet gaan, inderdaad, gaan opvangen of zichzelf gaan ondersteunen van oké, ik wil misschien stoppen, maar denk dan even na als je voelt dat daar heel veel angst zit. Of als je voelt van, ja, dat kan hier echt wel heel wat teweeg brengen. En ik ben daar bang voor. Heel begrijpelijk, want het kan confronterend zijn. Laat u ondersteunen. Ja. Op eender welke manier dat voor u juist voelt. Hè. Dat kan een coach zijn, dat kan een traject zijn, dat kan een psycholoog zijn, dat kan een diëtiste zijn, dat kan een hormonaal... Allee, dat kunnen verschillende dingen zijn. Ja. Maar denk voor jezelf, wat heb ik nodig om mijzelf de kans te geven om dit te doen slagen? Ja. Ja. En tegelijkertijd, het is ook niet omdat je iets ervaarde als tiener dan of puber in je cyclus. Mm-hmm. En je hebt dan de pil genomen of ja, zoals meer dan van alles geprobeerd. En als je dan stopt, dat weer exact hetzelfde gaat zijn als voordien. Ja. Allee, bij mezelf heb ik bijvoorbeeld gemerkt dat mijn cyclus ook super... heel snel super stabiel was en dat ik dus heel veel positieve dingen ervaren heb. Terwijl ik was wel initieel gestart met de pil, omdat mijn maandstonden pijnlijk en onregelmatig waren. Dus, ja. En wat met die pijnlijke maandstonden, is dat dan ook iets, ja, dat is meestal ook wel heftiger als je een natuurlijke cyclus hebt, denk ik. Want ik heb met de pil nooit meer gehad, of is dat niet zo? Nee, echt niet per se. Schattig. Nee, dat is ook echt iets dat super belangrijk is. Dat is ook zo Roxanne van Rouge, haar slogan zo, stop normalizing PMS. Allee, dus, PMS. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet normaal. Dat is niet iets om gewoon te accepteren en erbij te nemen. Een gezonde cyclus, en zonder dat dat... Daar moet ook geen druk op, want het is ook oké om dingen te ervaren en soms in balans te zijn. Ik bedoel, het leven, it happens. Maar een gezonde cyclus, dan voel je je gewoon goed. Je geniet van je menstruatie. Ik geniet echt van mijn menstruatie. Ik mis dat echt. Ik mis dat echt nu dat ik zwanger ben. Oh my god,
Ja, ja, echt? Ja. Nee, dat is gewoon onhandig. Het is, ik heb nooit last gehad van mijn menstruatie, maar ik denk dan gewoon, dat is gewoon zo onhandig, want je moet eraan denken. Maar het is knap dat je daar op die manier wel naar kijkt. Ja, maar dan ook omdat ik echt de kracht heb ontdekt. En dat echt beleefd heb, hoeveel intuïtiever dat ik ben, hoeveel... Ja, ik ben gewoon zoveel meer in verbinding met mijzelf, met mijn baarmoeder, met mijn cyclus. Ik kan zoveel beter voelen en... Ah, oh, dat is... Ja, ik weet het niet. Ja. Dat is ook wel jezelf toestaan om ook in, die, om in alle fases van je cyclus ook wel echt te gaan staan. En ook te voelen van, oké, ja, ik menstrueer nu. Ik ga nu niet proberen om gewoon mijn leventje verder te leiden zoals ik dat altijd doe. Want dan ga je inderdaad kwalen ervaren. En dat gaat niet aangenaam zijn. Het is eerder gewoon... Ik geef mij gewoon over aan de fase waar ik nu in zit. En oké, ik ga wat meer teruggetrokken zijn. En ik ga gewoon mijn batterij wat opladen. En dat heeft ook zijn kracht. En ja, ik denk net, dat is wat ik als psycholoog net ook aan mensen wil leren. Hè, van de emoties dat je voelt, je moet die niet wegdrukken. Maar je moet daarvoor zorgen alsof je voor een klein kind ook zou zorgen. Ja. Als die weent, zeg je daar lief voor. Als jij een emotionele periode hebt, dan willen we vaak van, oh nee, we gaan verder werken, verder doen, verder doen, zoals normaal. Mm-hmm. En ik denk dat het inderdaad wel heel krachtig is om te leren van, ja, op zoveel dagen van de maand gaat het allemaal prima, maar op zoveel dagen moet ik misschien net iets anders met mezelf omgaan. Inderdaad. En dat dat dan beter gaat. Inderdaad, je gaat gewoon, je gaat het misschien iets rustiger aan doen, of dat is ook voelen, hè. Heb jij dat nodig om het rustig aan te doen? Even goed voelde jij nog altijd veel energie, maar... Ah, wel, ik denk, dat is een vraag waar ik mee zat. Ik heb altijd veel energie bijna. Dus ik weet niet of dat bij mij in de winter zou willen zeggen dat ik ga cocoonen. Niet dat per se. Wel zeggen? Niet, dat hoeft zeker niet per se, maar dat is ook wel super interessant. Want je schijnt net op een pilcyclus. Je hebt geen vrouwelijke cyclus. Nee, zo. En helemaal in het begin van de podcast zei je dat ook even van... Ja, dat is wel echt iets vrouwelijk, hè. Zo een ijsprong en dat ook... willen hebben of ja? Hè? Mm-hmm. En dat is de essentie van wat wij doen. En dat is wat jij ook zei in een van de filmpjes van ja, de pil, oké, dat kan veel vrouwen in staat gesteld hebben om te presteren, om deel te nemen aan de maatschappij, om te werken, om. Dat is een invalshoek, maar het stelt u in staat om als vrouw deel te nemen zoals een man. Zoals, ja, ik wou net zeggen. Ja, en dat is een moeilijke aan het boss-lady gegeven. Ik vind dat fantastisch, maar je bent niet altijd in een boss-mentaliteit. En ik bedoel, het vrouwelijke is net... Die maandcyclus is net... Elke week is anders. Maar ik denk dat... Bij mannen is dat redelijk constant, alleen je hebt helemaal geen cyclus, dat is gewoon zo. Ja, je hebt een hele dag. Dat is gewoon zo. Maar bij vrouwen denk ik net, oké, je gaat wel meer schommelingen hebben misschien met een cyclus, maar je gaat ook wel pieken hebben, niet enkel dalen. Want ik denk, als mensen denken aan een cyclus, dan denken ze, oh nee, want je hebt even een diep in energie vaak op een bepaald moment, maar je hebt ook wel momenten dat je er misschien met kop en schouders bovenuit steekt als je een gezonde cyclus hebt, denk ik. Ja, absoluut. En... Ja, het gaat daarom. En zelfs in die momenten van, dit is nu iets vervelend of zo, of iets zoals, ik heb minder energie, je hoeft dat ook niet te ervaren als iets vervelend. Nee, inderdaad. Plus, er is ook altijd nog iets anders aan gekoppeld, zoals, oké, ik heb minder energie, maar ik voel me wel veel meer in tune met mijn emoties, of ik voel de dingen veel beter aan nu. Of, dat is dan weer iets mega positief. Ja. En zo is dat bij elke fase, dat er gewoon dingen zijn. Ja, dat is heel mooi. Waar ik wel benieuwd naar ben, is, jullie zeggen heel vaak, als je een gezonde cyclus hebt. Ja. Maar, hoe doe je dat? Want ja, oké, je kunt wel stoppen met de pil. En dan? Ja, hoe bestaat er ook zoiets als een ongezonde cyclus? Ah, wel ja, een cyclus die, ja, ongezond, ja, zonder oordeel, hè, maar... Ja, gewoon die volledig uit balans is. Waarbij dat je gewoon super veel krampen hebt en pijn hebt en mega veel mood swings. Maar wat zorgt er dan voor? Hoe komt dat bij de ene gezond is en bij de andere niet? Ja, dat is ook heel bio-individueel. Allee, dus, dus voor iedereen ook wel echt anders. Iedereen heeft een ander lichaam en andere dingen nodig ook of zo. Maar dat gaat over wat we zeiden, hè? Dat gaat over levensstijl, dat gaat over je mindset, over,
over je mentale gezondheid, over je emotionele gezondheid, over de voeding dat je tot u neemt, letterlijk wat dat je in je steekt. Mm-hmm. Dat is ook wat, ja, wat te veel. Mm. Hoe stressvol is uw leven? Stress is gigantisch, wat voor impact dat kan hebben op je cyclus. Dus ook daar is iets om in de gaten te houden. En ja, je kunt dan heel veel dingen zien. Ja. Niet alleen kwaaltjes, maar ook gewoon als je effectief je cyclus in kaart brengt, letterlijk op een kaart of in een app als je dat liever gebruikt, kun je ook zien waar de disbalans zit. Ja. Als jij je cervixlijm in kaart brengt en je hebt dus een gezonde cyclus, dan vertoont dat een bepaald verloop. Als je dan ziet dat bij je helemaal anders verloopt en dat jij bijvoorbeeld, allee, dat is nu misschien wel abstract, maar heel je cyclus lang exact hetzelfde soort slijm ervaart, ja, dan zegt dat wel iets. Of je merkt van, ik kom niet tot een ijsprong. Mm-hmm. Oké, dat zegt ook iets. Maar dat is, ik snap dat je zoiets hebt van, ja, maar hoe begint je daar eigenlijk? Allee, dat is een gigantische wereld. Dingen dat we nooit geleerd hebben op school, dat we echt nog niks van weten. Ja, dat vind ik het bizar, want ja, ik weet alles over de vrouwelijke cyclus, hormonaal. Ik kan dat ook tekenen, die pieken en luteale fasen en al die dingen. Ja. Maar ik heb dat echt van de medische kant gezien. Mm-hmm. En eigenlijk totaal niet de link tussen de cyclus en het gevoel. Nu denk ik gewoon, ik heb dat zo druk als ik me daar nog mee moet gaan bezighouden. Ja. Maar ik wil het wel, omdat ik zo wel iets heb van, ik vind dat, ja, dat is echt prioriteiten. Mm-hmm. Maar het vergt inderdaad wel in het begin even tijd en energie om te leren wat dat het met u doet. Hè. Daar hebben jullie denk ik ook jullie trajecten, dat jullie doen dan. Ja, dat is exact wat wij doen. Dus, en daarom dat zo, ik heb het echt al een paar keer gezegd, maar laat u begeleiden. Ja, dat hoeft niet bij ons te zijn. Hè. Ik denk dat super belangrijk. Je mag ook reclame maken voor jezelf. Ja, iedereen maar dan is ook welkom. Hè. Dat is iets dat ik ook wel, want je laat u begeleiden, inderdaad, maar het is niet omdat je een traject koopt. Dat is zoals bij mij en bij Celine. Dan zijn er mensen die een traject kopen en die nooit daar iets mee doen. Mm-hmm. En dan zeg je, het werkt niet. Mm-hmm. Of zo, je moet het wel nog altijd, ondanks dat je begeleid wordt, moet je wel in je dagelijks leven tijd erin steken om te oefenen, om het te leren begrijpen. Ja, commitment. Ja, dat is wel een verantwoordelijkheid die je zelf opneemt natuurlijk. Maar ja, heel vaak, het is al wel een stap of zo om tot bij ons te komen en daaraan te beginnen. Dus wij merken wel, vrouwen die daarom echt voor kiezen, die zijn ook wel geëngageerd. Allee, dat is, of toch 99%. Ja, dat denk ik ook wel. Want ik heb echt al 10 keer willen zeggen van, ik ga dat doen. Ik heb zelfs al, denk ik, bericht naar jullie gestuurd. Want anders, ik weet het niet. Maar dan uiteindelijk stel ik dat altijd uit, omdat er belangrijkere dingen zijn. Zo. Voilà, en op een gegeven moment gaat er een moment in je leven komen dat je er klaar voor bent en dat je ervoor kiest. Ja, voilà. En dan denk ik ook. Ja, en dan ga je daar ook tijd voor maken. Het is eigenlijk ook zoiets belangrijk. Allee, dat vind ik wel van, we zijn daar dagelijks 3 uur per dag op Instagram aan het scrollen en bezig met al onze to-do's en we zijn vaak ook heel erg bezig met anderen en voor anderen zorgen, maar voor onszelf zeer weinig. Dus ik vind dat ook wel een zeer mooie eerste stap dat je kunt zetten om voor jezelf te zorgen. Ja, en allee, het is hier zowel begonnen met anticonceptie, maar als ik voor mezelf mag spreken, het beginnen gewoon tracken van mijn cyclus heeft mij, dat gaat zoveel verder dan anticonceptie. Ineens leert je jezelf op zoveel andere manieren kennen, want dat heeft gewoon betrekking op alle delen van je leven. Hè? Hoe dat jij je voelt, hoe dat je cyclus eruit ziet. Is dat volgens u eigenlijk nog veel belangrijker om voor elke vrouw om dat misschien te leren? Ja. Eerder dan om niet zwanger te worden? Ja, 100%. Ja. Alleen al het gegeven cervixlijm bijvoorbeeld, dat je gewoon weet dat dat iets zegt over je vruchtbaarheid of over je gezondheid. Dat niet gewoon iets ambetant en vies is en je onderbroek ligt en waarom heb ik dat? Ik heb een lekkere shot. Ja, jullie nemen echt mijn gedachten over op dit moment. Ja, terwijl nu kan ik er ook naar kijken als, wauw, zonder slijm zat niemand van ons hier. Hè? Dus, ik denk dat we ondertussen bijna mogen afronden, maar moesten er mensen aan het luisteren zijn die twijfelen of ze dat zouden willen proberen, wat zou je daaraan willen zeggen? Dus ik denk dat er heel veel mensen zoals mij zijn die wel ergens geïntrigeerd gaan zijn, maar toch nog altijd zo twijfelen om die stap te zetten. Ja. Vertrouwen en durven luisteren naar je gevoel.
En daar durven voor kiezen ook. Hè? Dus ik denk dat ook vooral. Ja. Daar durven voor kiezen. Ja. Wat is een commitment, zoals jullie zeggen, dat je ook wel aangaat met jezelf. Van dat in, allez, zeker dat ik in het begin, dat dat zeker nog extra aandacht vergt. Ja. En ook durven je angsten in de ogen kijken en je angsten ook een stukje in vraag stellen of zo. Van waar, waar heb ik schrik voor? En is dat wel iets onoverkomelijk? Ja, exact. Alright. Waar kunnen mensen jullie vinden op de socials? Bloody Women, Women met X. Ja. Daar op Instagram. En bloodywomen.com. Is de website. Alright. Dan gaan mensen de weg vinden. Moesten ze vragen hebben of twijfels hebben, dan kunnen ze denk ik ook zeker wat bij jullie. Ja, absoluut. Oké. Merci om hier vandaag te zijn. Ik vond het echt heel interessant. Ik was blij dat ik er eigenlijk nog niet veel over wist, want ik heb wel veel bijgeleerd na vandaag. Dus ja, bedankt om hier te zijn, om zoveel waardevolle info te delen. En ik moet ook wel zeggen, je ziet de passie aan jullie twee. Als ik dat wou ik toch wel even zeggen. Dat is heel mooi om te zien. Bedankt voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. En ja, tot de volgende podcast aflevering allemaal. Dankjewel om te luisteren. Doei. Ciao. Dankjewel.